Hallo mijn motorliefhebbers. We hebben drama in de paddock met de beschuldiging van onprofessioneel gedrag tegen de CEO van Red Bull en de juridische strijd is nog niet voorbij. Mercedes geeft toe dat ze een strategische blunder hebben gemaakt in Saudi-Arabië en er zijn geruchten over een nieuw circuit dat opkomt in dezelfde regio als onderdeel van het ambitieuze Vision 2030 initiatief van Saudi-Arabië. Op het circuit staan Haas en hun coureur Kevin Magnussen onder de loep vanwege enkele twijfelachtige manoeuvres tijdens de race. Voormalig Haasbaas Günther Steiner zingt de lof van Ferrari's jonge talent Oliver Bearman na een indrukwekkend debuut. En tot slot is de strijd echt voor nieuwkomers die strijden om een felbegeerd stoeltje in de Formule 1, waarbij testtijd schaars is. Een behoorlijk opgevoerde update, zou je niet zeggen. Hallo allemaal, hier is jullie presentator Enzo, die jullie op de hoogte brengt van alles wat met Formule 1 te maken heeft. En hier is William, jullie betrouwbare co-piloot, tot jullie dienst. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent en meldingen hebt ingeschakeld voor onze dagelijkse dosis raceactie op Formule 1 Passie. Laten we nu vol gas gaan. Het lijkt erop dat we nog meer drama kunnen verwachten in het Red Bull kamp. Aangezien de werknemer die beschuldigingen heeft ingediend tegen Christian Horner in beroep gaat tegen de afwijzing van de zaak. Dit is al een tijdje een veelbesproken onderwerp en het lijkt er niet op dat het snel zal afkoelen. Inderdaad, het is niet elke dag dat je zulke interne geschillen zo openlijk aan de oppervlakte ziet komen. Aan het Mercedes-front hebben ze te maken met een ander soort hitte. Andrew Shoflin, de Trackside Engineering Director van Mercedes, heeft toegegeven dat ze een kostbare fout hebben gemaakt door niet dubbel te stapelen onder safety car omstandigheden tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. Wat een blunder. Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen wat er had moeten gebeuren. Maar deze split-second beslissingen kunnen echt het verschil maken in een race. Overgaand op lichter nieuws, Saudi-Arabië is van plan een nieuw circuit te bouwen als onderdeel van hun Visie 2030-initiatief. Dat is nogal wat. Het is zeker ambitieus. De vraag is of het aan de hype zal voldoen en niet zal veranderen in een ander nutteloos project. En heb je gehoord dat de rivalen van Haas opheldering hebben gevraagd aan de FIA over bepaald onsportief gedrag? Oh ja, hun recente fratsen op het circuit hebben heel wat ophef veroorzaakt. Tot slot heeft voormalig teambaas van Haas, Günther Steiner, onthuld dat hij Ferrari junior Oliver Bearman zal bevorderen naar een volwaardige racestoel voor het komende seizoen. Wat een overwinning voor die jonge knul. Het is inderdaad een grote aanbeveling. Hij is zeker iemand om in de gaten te houden. De mogelijke promotie van Bearman heeft zeker veel aandacht getrokken. Vooral gezien zijn indrukwekkende prestatie op het Jeddah Corniche Circuit. Te bedenken dat deze ontwikkeling plaatsvond omdat Carlos Sainz een operatie moest ondergaan voor blindedarmontsteking. Het is een behoorlijke wending van gebeurtenissen. Absoluut. Het is een echt bewijs van de onvoorspelbare aard van deze sport. Het ene moment race je in de Formule 2 en het volgende moment maak je kans op een plek in de Formule 1. Precies. En een stoeltje bemachtigen in de Formule 1 is geen gemakkelijke taak, vooral omdat testmogelijkheden zo beperkt zijn. De druk op deze jonge coureurs moet immens zijn. Het is zeker een spel met hoge inzet. Ze hebben slechts anderhalve dag aan voorbereidende tests om vertrouwd te raken met hun F1-auto voordat ze naar hun eerste Grand Prix-evenement gaan. Het is zeker een wervelwind, maar zoals ze zeggen, druk maakt diamanten. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit uitpakt voor Bearman in het komende seizoen. William, zin om wat geklets van het internet te delen? Wat zeggen de mensen daar over deze ontwikkelingen? Nou, laten we eens kijken wat ik hier heb. Gebruiker Ian C. Coffee plaatst het volgende. Er werden vorige week veel discussies gevoerd binnen Red Bull Racing om de gemoederen te bedaren, met nog 22 races te gaan. De werknemer die teambaas Horner beschuldigde, heeft nu besloten om in beroep te gaan. Oh, dat zorgt wel voor wat opschudding. Wat is de reactie daarop? Wel, een zekere Sean Connery heeft gereageerd met de woorden: 5 dagen is belachelijk weinig tijd om iets zo belangrijks te overwegen. Het lijkt erop
dat hij verwijst naar de tijd die aan de werknemer is gegeven om te beslissen over het indienen van een beroep. Klopt. Het is niet bepaald een lichtzinnige beslissing, toch? Zijn er nog meer inzichtelijke opmerkingen? Ja, inderdaad. Mod 1982 reageert met de woorden: het indienen van een beroep betekent niet automatisch dat er binnen 5 dagen een zitting plaatsvindt. Er is nog voldoende tijd voor advocaten om hun werk te doen. Zolang ze binnen de 5 dagen kennisgeving geeft, heeft ze genoeg tijd om een degelijk beroep voor te bereiden. Nou, dat is een meer pragmatische kijk. Is er nog iets anders opmerkelijks? Er is een lopend debat over de termijn hier. Sommige gebruikers betogen dat de termijn van 5 dagen te kort is, terwijl anderen van mening zijn dat het de standaard is en redelijk lijkt, gezien het alleen gaat om het indienen van een intentie tot beroep en niet om het voorbereiden van een volledige zaak. Interessant. Het is zeker een complexe situatie. Heb je nog andere vragen? Eén gebruiker, Quinto Blanco, heeft de rechtvaardigheid van het proces in twijfel getrokken en zei, en ik citeer: in feite heeft het bedrijf volledige controle over de procedure en heeft het vermeende slachtoffer vermoedelijk beperkte financiële middelen in vergelijking met Christian Horner en Red Bull. Ah, het eeuwenoude dilemma van de machtsongelijkheid. Het is zeker een veelbesproken onderwerp. Bedankt voor de inzichten, William Turner. Bedankt voor jullie deelname aan Formule 1 Passie vandaag, mensen. Het was een geweldige sessie waarin we diep zijn ingegaan op de onvoorspelbaarheid van de sport en de ups en downs van Behrmann's mogelijke promotie. Vergeet niet om op die abonneerknop te drukken en de meldingen aan te zetten, zodat je nooit onze dagelijkse dialogen mist. Delen is zorgzaam, dus voel je vrij om de liefde voor ons kanaal te delen met je vrienden, familie en mede F1-liefhebbers. Jullie reacties en likes betekenen echt veel voor ons. Dat klopt, Enzo Watts. En je weet wat ze zeggen over gratis advies, toch? Het is elke cent waard. Dus waarom geven jullie ons niet wat gratis advies in de vorm van opmerkingen? Ha! En trouwens, vergeet niet dat we elke dag op de radio zijn, dus je kunt altijd op ons rekenen voor je dagelijkse dosis F1-inzichten. Absoluut, we hebben meer bochten, wendingen en rechte stukken voor ons dan Spa-Francorchamps. Dus vergeet niet, gas erop, houd je blik op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Enzo. Bedankt voor het afstemmen, iedereen. We kijken nu al uit naar de volgende aflevering. Tot die tijd, zorg goed voor jezelf en houd je motoren ronkend.